Met uitbundige verlichting, vooral van de winkelcentra, probeert elke stad wat licht te brengen in de donkere dagen voor Kerstmis. En net als insecten komen de mensen op het licht af. Velen die in de stad zijn, blijven er dan graag voor schouwburg, concert of bioscoop, voor een bezoek aan een restaurant of voor een afzakkertje in een van de talloze cafés, bars of dancings die het vooral met de feestdagen wel weer druk zullen krijgen. Van de nachtelijke verkeerscontroles die juist in deze tijd worden gehouden, kan mogelijk een preventieve werking uitgaan. Wilt u hem even aansluiten daar? Ja, achter die volgende wagen wel mee. Goedenavond meneer. Mag ik uw rijbewijs en uw kentekenbewijs even zien? Heb je gedronken meneer? Ja, sinaas. Wat zegt u? Sinaas. Hoe laat was het dat u dat eerste biertje gedronken heeft? Nou, dat is half tien of zo is dat geweest. Je 2,5 uur later raakte nog steeds een kleine biertje gedronken. Ik geloof het niet erg. Je moet zetten wagen aan de kant. Behalve controles op het gebruik van alcohol worden er ook technische controles uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld de toestand van de motor beoordeeld en bovendien worden de auto's op wapens onderzocht. Niets ontsnapt aan de aandacht. Op je blauwtje af. Kijk, hier. Zet die daar weer op. Zie je dat? Goed zo. Zie je dat dan morgen doet? Bij een nachtelijke controle in de buurt van de Velsertunnel werden enkele wagens uit de roulatie genomen. Waaronder één waaruit bij elke trap op het rempedaal de remolie wegspoot. Nee, want ik kan er niet meer rijden. Voor deze gevallen heeft de politie een takelwagen gereed staan. Ja, jij maar. Niet alleen in deze dagen, maar altijd is het van groot belang dat de spullen in orde zijn. De hengelspullen zijn het toch ook? Nou dan.